Aloha! Hoe gaat het met iedereen in het vissenseizoen? Ik bedacht me vandaag, misschien moet ik meer over Neptunusplaneet vertellen. Over de god van de zee. Ja, ik dacht misschien is het wel heel handig om mensen mee te vertellen wat boven ons hangt qua energie. Want het is een pittige tijd. Vissenseizoen brengt natuurlijk illusies of desillusies. Je kan twee kanten op wanneer we onder de Neptunusplaneet reizen. De Neptunusplaneet is ook gelinkt aan magie en mystiek. Die horen bij deze planeet. En eigenlijk wat de planeet je vraagt of eigenlijk wat het handigste is om te doen, is overgave. Geef je over aan nu wat er gebeurt en wat boven je hoofd hangt. Want anders krijg je angsten, verwarring, illusies, verslavingen. Je kan jezelf kwijtraken als je bepaalde dingen nu niet accepteert onder de Neptunusplaneet. Neptunusplaneet brengt ook veel donker omhoog. Dus dat zie je bij jezelf en bij anderen. Alles wat verscholen of verborgen ligt of lag, komt altijd ook omhoog. Dus ook gezondheidskwesties komen omhoog. Deze planeet kan ons ook heel veel paranormale activiteiten geven. Maar vooral Neptunus geeft helderziendheid, volgens mij. En helder voelend, ja, dat je meer helder gaat voelen, heldervoelendheid. Helder voelend. Zo, Jezus zijn. Wat kan ik nog meer vertellen erover? Dus, zorg dat je jezelf niet kwijtraakt in verslavingen, in patronen, omdat je verward bent, omdat je bepaalde dingen nu niet begrijpt, omdat de energie zo diep gaat. Dat je gewoon onbewust, bewust, gewoon bepaalde delen in jezelf gaat raken, wat verborgen lag, zoals pijn, wantrouw, angst, jaloezie, wrok, wraak. Ken je wel, dat mooie woorden zogenaamd. Maar je kan ook dus de mooie kant van jezelf vinden. Hè? Ik maak een grapje. Je kan twee kanten op. Of je gaat echt jouw donkere schaduwkant beter leren kennen. En wat ik dan tegen iedereen altijd zeg, overgave is omarmen. Je ego's. Gewoon ze allemaal omarmen en achterin in de bus zetten en bedankt. Maar dat heeft je gebracht waar je nu bent. En voor andere mensen, die gaan hun mystieke magie vinden in hunzelf. Door dieper te duiken, de zeemerminnen zijn hier. En het kunnen inzien dat je mooie, prachtige talenten hebt die je op aarde mag brengen. Het gaat er ook om dat je het ziet en daarna gaat handelen. Hè? Want dan gaan we de ram in. Dan gaan we natuurlijk een nieuwe periode in. En dan is het tijd voor actie. Maar het is heel belangrijk dat je nu bij Neptunus, de god van zee, alles wat verborgen en verscholen ligt, naar boven brengt. Doe het zelf voordat een ander doet. En laat los dat wat je ook verborgen hebt. Sommige mensen hebben bepaalde geheimen daarachter. Dat ze denken ook dat het verborgen moet blijven. En dat brengt soms ook heel veel verwarring voor anderen en voor jezelf. Aannames. Dus, wat ik ook heel graag wil vertellen aan mensen, wat ik nu voel, is dat bang zijn, angst. Dat merkten we een jaar of twee geleden toen die pandemie hadden. Dat je dan merkte dat bepaalde keuzes of dat mensen met elkaar anders zijn omgegaan uit angst voor de dood. Angst voor ouderdom. Angst om lief kwijt te raken. Hè? Dat is om liefde kwijt te raken. Laat me het daar het beste, eigenlijk daarop houden, laat me het zo zeggen. Mensen die bang zijn om liefde kwijt te raken of om dood te gaan in ouderdom, ga ik dan maar zeggen. Die kunnen soms de gekste beslissingen maken die een ander niet begrijpt. Want dat komt vanuit de angst voor de dood of de angst om de liefde kwijt te raken. En heel vaak mensen die dat doen, die gaan dan lijden. Dus wat ik
aan iedereen wil vragen van Men as World, die kijkt. Duik, ga diep in je eigen waters, dat zijn dus je emoties. En check jezelf en hou de angst weg van over de dood. Bang om dood te gaan. Bang om heel oud te worden. En bang om iemand kwijt te raken of de liefde kwijt te raken, want daardoor raak je ze ook allemaal kwijt. Dat was mijn verhaal. Ik was heel erg bang voor de dood, omdat ik heel vaak dat achter elkaar heb ervaren. Gewoon bang, bang. Toen ben ik over de dood gaan leren. Wat betekent dat? Wat betekent doodgaan? Waar ga je naartoe? Wat gebeurt er? En toen ik meer wist over de dood, over ouder worden en liefde kwijtraken, toen werd alles anders hier op aarde. En dat heb ik allemaal onder de Neptunusplaneet moeten leren. Dus daarom vraag ik aan jullie, ik wilde het leren. Dus ik ga jullie vragen om dat te doen. Om diep te gaan kijken. Ja, want aanstaande donderdag gaat Mercurius ook nog eens een keer naar vissen. Ja, en deze transitie die brengt heel veel gevoeligheid mee. En daardoor, dat voel je vandaag al. Je blijft achter elkaar dingetjes ervaren om naar het licht te reizen en de dromen waar te maken. Dus, het brengt meer gevoeligheid mee. Maar het kan ook zo zijn dat we dan daardoor ook meer vanuit onze hart gaan praten. Omdat je wat gevoeliger bent. Dan geef je het sneller aan. Of je gaat meer vanuit je hart communiceren. Misschien moet ik het beter zo zeggen. En dan doe je dat op een woede manier, op boos. Maar het komt wel uit je hart. En dan is dat meestal de waarheid. En Mercurius naar vissen kan ook, ja, je emoties, blijf ik zeggen, ga je beter kunnen verwoorden. Compassie kan ook omhoog komen, dat je dat voelt in jezelf. Hè? Dat je meer compassie hebt voor anderen. En weet wat ook hier goed voor is? Om moeilijke gesprekken te voeren die eigenlijk al lang gevoerd moeten worden. Dat is ook een hele goeie, hè? Mercurius naar vissen. Dus sta niet verbaasd als je dadelijk binnenkort mensen met jou de diepste gesprekken willen voeren over toen, de tijd of over nu, wat het pijn deed en wat beter kan. Allemaal onderweg met Mercurius naar vissen na donderdag. Eigenlijk is deze transitie een hartopener. Het gaat mee je hart openen. En aan de andere kant, omdat je daar zo mee bezig bent met de hartheeling en de verwarring en de illusies en alles om je heen, krijg je minder gedaan. Je zit meer in je hoofd. Je denkt veel meer na. Dus je bent niet echt huis opruimen en boodschappen doen. Dat wordt wat minder, omdat je gevoelens je iets willen vertellen. Daar wat verborgen ligt. Dus ga dan ook jezelf niet gek maken. Van, oh, ik heb niks gedaan, ik moet het doen. Het is gewoon de invloed van de planeet. Goed? En dan heb ik dat allemaal verteld. Donderdag, Mercurius naar vissen. En Neptunus planeet die magie en mystiek meebrengt. En daardoor ervaren we van heel veel mysterieuze dingen, laten we zeggen. Mystieke dingen. Je ziet ook, s'avonds hebben we altijd ook mist. Dus, en het wordt wat kouder. Dus die invloed van de Neptunus planeet is heel helder. Het kan heel bright light zijn, maar het kan ook donker zijn. En dan brengt het ook gewoon de donkere nachten van de ziel. En weet je, het klopt, zodat je volgend jaar dat niet meer hoeft mee te maken. Vandaag laat ik jullie een klein deel van mijn kokoskaars zien. Dat is een van de, ja, dat is een ode aan mijn opa. Hij is nog niet af. Maar ik wil jullie alvast laten weten dat dit onderweg is. Als je van een kokoskaars houdt, wat ik al zei tegen Cavadianen, moet je niet vergeten, er komen nog een paar dingetjes bij. Ik ga ze wat mooier maken, want ik ben bezig met mijn kunstwerk. En wat ik leuk vind, is dat hij een hele zachte vlam heeft. En dat had ik heel bewust. En er zit er ook een verhaal bij. Deze is voor mijn opa. Vanuit de kant van mijn vader, van mijn overgrootopa. Die natuurlijk waar de magie vandaan komt. De vissers. Dus daarom vind ik het zo leuk. En daarom dacht ik, ik laat het jullie alvast zien. Midden maart, dan is het in mijn webshop. Ga alvast al voorbereiden, want ik blijf het zeggen. Ik maak altijd een aantal producten, meestal 40 of 60, 80. En wanneer het ook weg is, dan is het weg. Dus misschien kun je alvast voor jezelf sparen om bepaalde producten uit Menna's webshop uit te halen. Nou, de rest is allemaal uitverkochte zeepjes. Maar wees gerust,
Zeepjes komen altijd terug bij mij. Ik vind het heerlijk om het te maken. Yes, dan gaan we naar de kaarten. Zoals je ziet hebben we hier de boom. Gezondheid, gezondheidszorg, groei, wortels, energie, karma, spiritualiteit, potentie, ontwikkeling. En hier is de 5 en de 7. Transform for better days. Dus aarde. Laat moeder aarde je dragen door je wortels. Echt in moeder aarde te zetten door je, hè, als mensen dat kennen, die gewoon je tenen doen alsof ze wortels zijn. Die gaan zo de moeder aarde in. En dan ben je wat meer geaard. Probeer goed te eten. Want we hebben veel gedachtes. En in de liefde, binnenkort, dat wat jou heeft geraakt in je hart, hoeft niet slecht te zijn. Het zou je binnenkort laten weten why. Want een hart breekt open. De Mercurius naar vissen. En misschien kun je dan dit keer er beter over praten dan je vroeger in het verleden deed. Want dat is wat aankomt. Want we waren koud. En het was koud. Ja? Daar gaan we. Naar de Lenormand kaart. Ik wist ze geweldig. Jullie weten hoe het gaat. Dan gaan we erop kloppen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en eentje voor het weekend. Dat willen de Lenormand kaart aan ons vertellen. Trouwens, super mooie deck. Ga eens even kopen. Kijk bij haar in haar webshop Danora. Ik vind het zo leuke orakelset. Ze heeft echt super leuke orakelset. Ga maar checken voor jezelf. Dit zijn hele leuke Lenormand kaarten die je echt heel makkelijk kan lezen voor jezelf. Kijk eens, het hart is hier en de boom is hier. Dus aarde. Om minder gevoeliger of die diepe pijn in je hart, die is er. En die moet omhoog getrild worden. Dat hebben die poortdagen gedaan door de planeet. Maar jij moet het vooral doen. Schoonmaken, jezelf cleansen, kaarsen aansteken. Dingen opschrijven. Ja, want we gaan een nieuwe seizoen in. En dan is het wel goed als je dit achterlaat. Oké, maandag, dinsdag, vandaag, morgen. Oeh, de toren. Niet gek. Iedereen is bezig met de ontwikkelingen. En iedereen moet vanuit de top naar beneden kijken. Hè? Een hoger perspectief krijgen. Woensdag, donderdag. De markt. Werk, loopbaan, zaken, handel, onderneming, transactie. Dat klopt. Dan gaat mijn keuris naar vissen. En dan weekend, ik haal van deze kaart het kompas. Dan weet je beter waar je heen wilt en naartoe kan. Aan de markt, ja, dan ga je. Dat is die onderzoek. Onderzoek jezelf. Want dit is te voelen hoor. Dit is te voelen. En de onderste kaart is aan jou. Alle drie, wat hier nu komt, daarom vind ik ze kaarten zo leuk. Zo doen. Ze doen het allemaal goed. Zie je dit? Als je naar alle drie de onderwerpen kijkt vanuit een positieve invloed, dan zou het fijn zijn. Maar er zijn heel veel mensen die nog negatief denken over hunzelf of over deze onderwerpen die hier aan tafel zitten of over de liefde. En je hoort een bestemming te hebben, maar dat moet vanuit een hoger perspectief komen. Kijk, 6 is ook hier om jezelf, om te weten wie je in werkelijkheid bent. Dat vraagt de toren, ga even alleen zijn. 19 begint ook weer opnieuw. 1 naar 6, zodat je weet wie je bent. De toren. Meestal zijn we met z'n allen hoor. Ik ben dat ook aan het doen. De meeste mensen hebben hunzelf gewoon even teruggetrokken. Thuis kijken soms uit de raam. Mooie kasteel zeg ik dan maar. In je toren ben je aan het bedenken wat beter kan. Zoals vandaag. Je bedenkt van, ja, wat kan beter in deze vissenseizoen? En dat wat je niet goed hebt aangepakt, brengt dat ook jou naar de toren. Dat je even denkt, hé, ik had het anders kunnen oppakken. Maar vooral als je keuzes maakt voor anderen. Of denken dat je een keuze voor jezelf hebt gemaakt in de naam van een ander. Om of bij de ander te komen of te trekken, te duwen. Want dat voel ik. En dit is dan de toren dat je erover gaat nadenken. Dat je naar je hart moet en dat je je hart moet horen, zodat jij de juiste keuzes mag maken.
Want dit is een hele levensloop. Je moet even nadenken. Kijk, de groei is hier. Gaan we zo doen. Ontwikkeling. Ambitie. Geslotenheid. Instantie is ook hier. Autoriteit, instituut, overzicht en wet. Dus er zijn mensen ook met papierwerk bezig. En dan moet je ook dus even afstand van nemen. Kijk, een toren van Parijs. Dus sommige mensen zitten in Parijs, willen naar Parijs, komt van Parijs. Ik maak een grapje. Of je moet naar de Eiffeltoren even om bij te komen. Zodat je ook heel hoog mag kijken. Maar dit is de tijd en het moment van spirituele ontwikkeling. Zelfontwikkeling. Groei naar boven. Na alles. Een nieuw begin maken, nu dat je beter weet. En ik hoop dat je dan ook kiest om richting het licht te gaan en hoger te trillen, door achter te laten wat er is. Ja, en als je dan papieren moet tekenen, wetdingen, rechtszaak, instanties, doe dat allemaal in de naam van de liefde. Word niet boos op die mensen die dan ook achter de balie staan, want dat is ook wat ik zie. Want dat brengt ook een... Als je in liefde hulp vraagt, geloof me dat mensen achter de balie in liefde met je meelopen. Daar gaat het om. Als je al boos binnenkomt en... Want dat is een illusie dat jij dan de slachtoffer bent en la la la. Dan raak je eigenlijk alleen maar ver meer van jezelf. Want dit is ook de kaart die je tegen jezelf zegt. Raak jezelf niet kwijt. Trek je terug. Want Neptunus is hier. Je kan jezelf kwijtraken in drugs, patronen, seksverslaving, leugens, door verwarring. Het is nog ineens dat je het bewust doet. Je denkt iets, een aanname. Je bent overtuigd dat iets zo is. Misschien niet. En dat zijn we dus nu allemaal aan het leren in het vissenseizoen. Was het wel van hem of van haar of van jou? En dan gaan we naar de markt. Werk, loopbaan, zaken, handel, winkel. Wat gaan we hierna doen dan? Nadat je hebt nagedacht, bedacht, van je af hebt geschreven, een afspraak met jezelf hebt gemaakt. Wat ga je hierna doen? Ga je die baan zoeken die jou gelukkig maakt? Of ga je dan elke keer weer terug voor minder? Ga je een nieuwe studie doen? Of de meeste mensen, als je een droom hebt, dat wat je heel graag wil doen, heb je al in je vorige leven gedaan. Dus door meditatie kun je herinneren dat je die ene schilder was. Of dat je dat al kan doen. Of dat je al een bedrijf had. Of dat je een hele goede zakenvrouw was of zakenman. In ieder geval, de manier waarop jij je geld wil gaan verdienen, moet vanuit liefde komen. Zie je hier het tasje? De liefde, de geld moet nou in liefde stromen. Want hebben we het gezien hoe het gaat nu? Dan werk je op een plek zo naar en dan kom je in de supermarkt. Of dan moet je dingen betalen en dan schrik je je dood en dan moet je morgen weer terug daar naartoe. Want heel veel mensen zijn gegroeid. Dat zie je ook in het team. Dat twee mensen in het team totaal de groep zijn. De team zijn ontgroeid en dan kun je niet meer aarden. Tijdens je werk. Soms werken we met z'n tweetjes en het werkt dan niet. Dus er is een grote shift in bewustzijn. In anders denken. In plannen die je hebt gemaakt. Die begint steeds duidelijker voor je te worden. Maar als je dan de markt weer opgaat. En je wil weer werken. Je wil weer mooie dingen doen. Doe het vanuit je hart. Want anders ga je nog een ronde in. Hou die illusie weg. Van joh, geld verdienen is geld verdienen. Wat dacht je ervan als je gewoon geld gaat verdienen met je hart? Want dan gaan we steeds meer daar naartoe, hè? Nieuwe aarde, steeds meer zelfstandige onderneming. Wees origineel in dat wat je kan. En weet, ik ben ook een vlogger, er zijn duizenden vloggers, maar niemand vertelt het op een manier waarop ik het doe of hun. En dat maakt het leuk. Dus begin ook niet denkend dat concurrentie ligt op de markt of iets anders. Want dan, dat is wat jou elke keer in die toren heeft gehouden. Want het is niet de waarheid. En dat moet je dus nu onder... Het vissenseizoen. Onder deze Neptunusplaneet moet je gaan zien. Moet je alle illusies uithalen van je werk, van je loopbaan. Van zaken, van handel, van winkel, onderneming, winkelen zelfs. Haal die illusie ook van winkelen dat je het kan betalen of niet kan betalen. Veel mensen denken ik kan het niet betalen, want daardoor stroomt het geld ook niet. Hè? Die hebben niet de totale vertrouwen in het universum, in een overvloed. En dan blijf je ook met weinig. Maar als je gaat geloven dat je genoeg hebt. Om uit te geven en hier leuk te maken, komt er meer. Is aan jou hoe jij denkt. Waar je vandaan komt en hoe je dan weer de loopje gaat doen. Ga je het als de oude doen? Of ben je het aan begrijpen dat het anders nu moet? Dus. Energieuitwisseling. Wissel gewoon van hoofd naar hart. Ja?
En dit is ook zaken doen. Misschien krijg je ook binnenkort een leuke zakelijke, ja, hoe noem je dat? Aanbod, een uitnodiging. Of mensen die hebben gesolliciteerd worden aangenomen, mag ik het ook zeggen? Want ik zie ook sollicitatie, onderneming. Als je dit allemaal vanuit je hart hebt gedaan, een nieuwe onderneming, je eigen bedrijf, je dingen verkopen, webshop, zeepjes net als men of kaarsen of Jonistien. Ik wens iedereen het goede, maar dan moet je dat ook jezelf wensen. Ja? Begin opnieuw wetend dat dat wat jij maakt, niemand maakt. En dat wat je maakt, er is genoeg publiek voor jou. En al doen ze dat bij ons allemaal, is niet ons verhaal. Jouw verhaal is het geven vanuit het hart, maken vanuit het hart, zo de wereld in. En God, bron, energie, die brengt alles wat je dan nodig hebt. En dan heb je genoeg, genoeg, meer dan soms als je niet uitkijkt, om het hier heel leuk te maken hier op aarde. En dan hebben we het kompas. Dat wilde ik ooit aan iemand ook geven, want ik heb ooit een hele mooie serie gezien. Het Joodse dame, een waar gebeurd verhaal, die ooit een kompas had gekregen. En als ze dan die kompas opende, liep ze precies die richting wat de kompas aangaf. En daardoor heeft ze ook haar moeder kunnen vinden. De mooiste liedje mogen zingen op een muziekschool, zangeres geworden, terwijl ze geen scholingen had, niks. Vind het een van de mooiste series die ik ooit heb gezien. Een kale, mooie Joodse dame. Dus misschien is het ook heel leuk om voor jezelf een kompas te kopen als je niet je hart nog kan horen. Dan zet je gewoon dat kompas naar het midden, zet je het westen en dan denk je, zal ik dit doen, zal ik dat doen of zal ik dat doen? Misschien ook heel goed om je dan te helpen bij je hart te komen. Want dit komt dan vanuit je geweten als je dan zo vasthoudt hoe je door je ziet. En je vraagt het met je hart om jouw richting te geven, dan doe je dat ook zo, komt het vanuit de ziel, hè? Richting, aanwijzing, doelen stellen, opletten, tekens, symbolen, synchroniteit, intuïtie op koers. Op koers. Koers, Jezus. Jongens, is aan ons om te beslissen welke richting je opgaat in liefde. Maar, wat wilde ik erover? Ja, ik voerde heel veel bij. En dan wil ik ook gewoon mensen vragen in een kort samengevat. Kies de juiste richting voor jezelf. Kies een nieuwe richting. Accepteer een nieuwe richting. Want sommige mensen willen ook, kunnen niet tegen verandering, terwijl de verandering jou naar de hoogste gaat brengen. Dus dit zijn voor de mensen ook in het weekend die niet tegen verandering kunnen. Wetend, we gaan allemaal een andere kant op. Iedereen verandert. En verandering is de meeste constante wat we hebben hier op aarde. Elke dag verandert iets. Als je moeder bent, je hebt een baby, elke dag als je hem uit bed haalt, is er wat anders. En zo is ook de wereld. De groei, de bewustzijn, de realisatie, de verwarring, de pijn, de woede. En dan weer naar het licht. Maar kies een richting voor jezelf. Laat mensen dat niet meer voor je bepalen. Ga in je toren zitten. Voel wat je op de markt mag brengen. Die jou gelukkig mag brengen, maken en genoeg oplevert. En ga die richting op in de naam van de liefde. En vraag de engelen mee, je gidsen mee, wedden dat het heel goed komt. Daar geloof ik in. Dit was de Lenormand. En dan gaan we naar de liefde. Binnenkort. Binnenkort. Iedereen is bezig met de hart aan het healen, hè? Binnenkort. Nou, voor de mensen die openstaan voor een verbinding. Wat gaan de liefdeskaarten ons vertellen? Oeh, bang om liefde kwijt te raken, zoals ik net zei. Ben je dan niet eerder bang om jezelf kwijt te raken? Dat is de vraag die ik ga stellen voor de mensen die bang zijn om diegene kwijt te raken. Ben je niet eerder bang om jezelf kwijt te raken? Ik wel. Oeh, mensen die voor een verbinding, of die willen een volwassen man, of die hebben een volwassen man ontmoet. Maar ben jij dan volwassen genoeg om toe te geven of voor te gaan? Dit is een waterteken, man. Als ik hem zie, zeg ik altijd, dit is een skorpioen. Vissen, kreeft. En toch neem ik die waterman maar mee. Die is geen waterman, maar veel mensen denken dat een waterman waterteken is. Daarom doe ik hem erbij.
In ieder geval voor de mensen die openstaan voor een verbinding. Die willen een meneer of een mevrouw die volwassen keuzes kunnen maken met een jonge geest. En als jij die verbinding zoekt met iemand die dat kan, zorg dat je zelf volwassen keuzes kunt maken. Ik ga je niet vragen om volwassen te worden, want dat ben ik niet. Ik heb een jonge geest, maar ik weet wel dat ik volwassen keuzes kan maken. Al kan ik, moet ik soms om hulp vragen. In ieder geval, als je dan ook nu keuzes maakt vanuit je hart en je gedraagt je als een volwassen man en vrouw, dan trek je toch ook aan. Dat wat je bent is wat je aantrekt. Dan trek je de ware die waar bij jou hoort als je er zo uitziet. En de kleur blauw is voor mij alles. Hè. Als ik blauw zie, heb ik ooit van mijn oma geleerd. Daarom is de zee ook blauw, heeft ze me uitgelegd. Maar daar vertel ik jullie ooit meer over. Blauw brengt rust en vertrouwen. Dus misschien komen mensen ook binnenkort iemand tegen die een blauwe shirt aan heeft. Een blauwe auto, een blauwe schoen, een blauwe rugtas. Je begrijpt wat ik bedoel. Een blauwe pet op. Kan dat je degene tegenkomt in de vissenseizoen met een blauw kleur. Want ik voel het vanuit de steen. Daarom raak ik het aan. De steen vertelt het. En dit is dan het hart. Daarom blauw. Dus ook de waarheid uitspreken. Keelchakra. Of misschien heeft ook een volwassen persoon uitgesproken naar een persoon die verbinding zoekt. Van yo, grow up. Ja, kan ook. Die waterteken, meneer of mevrouw, moest even horen van degene van yo, grow up. Jezus. En dan hebben we de verliefde mensen. Oeh, iemand wil met je trouwen. Dat is die meneer die met je wil trouwen. Of mevrouw, hij heeft pak aan. Hij werkt ook in pak. Oh Jezus, kijk dan, je mooie kaarten hier eruit. Zijn wij dan normaal aan het doen? Want wij zijn van Man as World. Hè? Man as World is altijd doordraaien uit angst. Om afwijzing, natuurlijk onthechtingsproblemen. Dat is Man as World. Mannen kwam van het donker naar het licht. Dus de meeste mensen die naar mij kijken zitten heel vaak nog in die depressiemodus wat Mannen had. En wat Mannen dan ook had, die heeft zichzelf kunnen bevrijden. Toen Mannen dit ook besefte. Van joh, ik wil iemand die volwassen keuze kan maken, maar dat doe ik nu ook. En hij moet met mij willen trouwen en bij mij willen zijn. Trouwen is een groot woord, want als twee mensen bij elkaar komen, ben je al getrouwd, dan is het heilig. Maar voor de verliefde mensen die een verbinding willen, wees zelf de vrouw waar de man mee wil trouwen. En ik heb van mijn vader gehoord, heb ik gisteren nog eergisteren, dat vertel ik aan iedere vrouw. De man weet meestal dat ze met ons willen trouwen. Dat is toch zo? Meestal komt de man toch naar ons toe en die zegt, jij bent mijn vrouw. En heel vaak, die man die dat uitspreekt, ben je nog heel vaak bij die meneer. En heel vaak als die meneer dat spreekt vanuit bullshit om alleen maar je aan te raken of mevrouw, dan weet je dat ook. En dan heeft hij geen pak aan. Dan heeft hij meestal hè, van die papi chulo, noem ik dat dan, outfits aan. Dan moet je het toch weten van, oh, die heeft geen pak aan. En pak betekent niet letterlijk een pak symbolisch, maar het heeft te maken met weten, gestudeerd, hoog bewustzijn, kennis over zichzelf. Laten we het erover hebben, dan krijg je een pak aan. Yes? Nou, sta je open voor verbinding en je bent verliefd. Je wil met iemand zijn die bij jou wil zijn. Dat je niet hoeft te bellen en te vragen naar die mevrouw of die meneer. Wanneer zie ik je weer? Ik zeg altijd tegen mensen, de moment dat jij iemand moet bellen om te vragen wanneer zie ik je weer, vooral de vierde, vijfde keer moet je even naar jezelf kijken en denken van wanneer zie ik mezelf weer? En hier zie ik de karma. Misschien is de karma er ook uit bij die meneer die volwassen keuze kan maken over de waterteken. En de meneer waar je dacht dat je mee ging trouwen of hij gaat met je trouwen. Het is eruit. Oeh, wat met een andere te maken. Het is eruit. Jong meisjes, zeg ik altijd als ik dit zie. Jong persoon, jonge man, de jongere persoon. Jongere vrouw of jongere man. Dus volwassen keuzes kunnen maken om samen te kunnen komen. Hè? Verliefde mensen. En dan gaan we naar de relatie. De verbinding wordt dieper, sterker. Het is daar, want de vissenseizoen heeft al de shit weggebracht. Al was er een andere, weg. De past life zijn we erachter gekomen. Kijk, oeh, de ring. Je ziet hier van ja, die is wel op zijn kop. Maar dat was besproken. Maar er was dingen aan de hand en dingen aan de hand. Open relaties, dat zie je ook steeds meer travelen. Maar mensen, kijk, de Mature Woman is hier.
Dus we komen er wel als we door al deze saus gaan. Dit is lust. Dit is gewoon lust. Als je de lust kan neerzetten, dan draait dit om. Oké, dit zo. Dan wordt dit leuker. Want vooral als je samen die afspraak hebt gemaakt in een andere leven. Bijna. Snap je het wel? Dan zie je het wel. Je ziet het duidelijk. Vanuit Egypte vooral, hè, dit. Supermooi. Dus de mensen die samen zijn. Die samen zijn gekomen. Ik zie ook hele priele relaties hier. Die zijn hier er doorheen gegaan. En die hebben dan nu een relatie, verkering, liefde. En begrijp me niet verkeerd. Pony, pony, unicorn, unicorn. Ik heb het niet alleen maar over de man. En niet alleen maar over de vrouw, de hetero's. Maar everyone hier zo. En het is een prachtige legging. Omdat ik dat al aanvoelde, de Neptunus. Die komt de verwarring en de onzin. En richting aangeven. Zodat we ook weten wat we willen in de liefde. En het begint bij onszelf. Dus zorg dat jij een heel volwassen vrouw of man bent. Die weet wanneer je bij iemand wil zijn en dat die persoon bij jou wil zijn. Zodat je het heilige met elkaar mag gaan doen hier op aarde. Zodat je de mooie dingen mag maken hier op aarde. Huisje bouwen, kinderen krijgen, trouwen, geluk, rust. Samen zijn. Kijk dan, is iemand hier in pak en iemand die volwassen keuzes kan maken. Nou, was het ook omgekeerde? Dat iemand zei, weg, want dat zie ik ook, want de vissenplaneet is hier. Dus dit kan ook allemaal andere kant op gaan. Mensen die getrouwd waren zijn uit elkaar. Mensen die bij elkaar wilden zijn. Andere dingen zijn gebeurd. En mensen die totaal geen volwassen keuzes konden maken, die moesten er allemaal uit. Dus we kunnen twee kanten op. Of we gaan volwassen met iemand willen zijn en dan samen opbouwen. Of we waren samen en we hebben dit allemaal moeten afbouwen, want ik wil positief in het leven staan. Die fotomoment, dat zijn dingen die dan zijn gebeurd, die je niet meer terug kan. Dat blijft afspelen in je hoofd. Als jij niet iemand kan vergeven en je blijft toch, dan heb je eigenlijk jezelf doodgemaakt. Nog eens de ander. Maar dan ben jij bezig met zelfsabotage en zelfbedrog. Want die fotomoment blijft spelen in je hoofd. En vanuit dat fotomoment ga je onbewust hele rare acties ondernemen jegens die andere die dacht, denkt dat jullie elkaar nog kunnen vertrouwen. En de sleutels ligt in ons. Niet meer zo slu en jezelf bedriegen en anderen. Want het vissenseizoen is hier. Ik blijf het zeggen, vissen gaan altijd de andere kant op. Dan met je ze afspreekt. Dus doe je het niet, ga jij de andere kant op. Niet die andere. Besef dat heel goed. Onder de Neptunus planeet in het vissenseizoen. Maar ik blijf zeggen, vanaf donderdag gaat Mercurius naar vissen. Praat vanuit je hart, want dat is wat de energie kon brengen. Is aan ons. Dus nog een keer, in de toren. Zodat je volwassen keuzes mag maken en een volwassen persoon kan aantrekken. Wat wil je nou precies, joh? Wil je nou trouwen? Wees dan ook een persoon waar mensen mee willen trouwen. En kijk eens, als jij je hart volgt, dan vind je diegene met die ring. Of die vindt jou. Is aan ons. Yes? Denk aan mijn kokenschaalkaarsen. Denk eraan. Yes? Heb een mooie week en dan zie ik je donderdag weer. Kies je kaart en dan kom ik. Bye-bye.